Vlug trek je erorts, maar trek je dat woord vlug, dat means fly, en trek je, dat means trekken. IJsland is ijs en vuur. Het is super ruw, het is desolaat, maar zoveel rijkdom in natuur en mooie plekken die nog te ontdekken zijn. Ik dacht wel van, oeh, is dat kou het wel waard? Ik denk dat geen enkele kiter eigenlijk op dit idee komt om hier te gaan kiten. Dus ja, laten we dit gewoon doen. Ja, Chris, ik en Stefan, dat is toch wel een groepje apart. Op avontuur gaan vinden we top. Als we even een duim in de maken in Nederland, dan zijn ze er altijd wel bij. En ja, het is altijd gewoon stomme grappen maken, elkaar pushen op het water. Stefan, trek een loop! Terwijl het echt veel te hard waait. Hij ook bij mij, dan gaan we op ons bek. Ja, dat is gewoon tof. En, maar ja, als je ze nodig hebt, dan zijn ze er ook. Ook in de serieuzere tijden. En ja, dus op heel veel vlakken hebben we heel veel raakvlak met elkaar. En dat is heel fijn om dat soort jongens om je heen te hebben. IJsland is lekker grillig. Ik denk af en toe het gaat waaien. Waait 45 knopen of 50. En af en toe waait helemaal niks. Rij je één bergkam over, één vallei verder. En dan is de wind helemaal stop. Stefan en Chris delen de passie voor het water. We gaan graag ook met z'n allen op avontuur. Dat zijn de jongens waar je samen met het water op kan. Als ik op een longboard sta, dan kriebelt het altijd bij me. Ik ben altijd een eigen om van alles te proberen. Dus ik ben een tijdje, ik ben wel mee bezig geweest een aantal zomers om het boordje te dansen. Dat is best wel lastig eigenlijk. Het lijkt makkelijker dan het is. Nou, dat is met alles wat er makkelijk uitziet. We zijn in de gletsjermeer gaan suppen. Dat water is min 2 graden en dan moet je wel met elkaar afspraken kunnen maken. Als je daar langer dan 5 minuten in ligt, raak je onderkoeld. Links peddelt Chris, rechts peddelt Stefan. En dan weet je gewoon, okay, als er iets gebeurt, ben ik echt in goede handen. Thank you.
wel echt bizar. Echt het meest bizarre wat je hier kan doen. We bleken het hele eiland te moeten ronden. Toen kwamen we uiteindelijk in het westen weer terecht. Heel het rondje afgereden hebben. En daar kwam een beetje alles samen. Dat vonden we een fantastische spot. En hier zijn wij gaan naar de kitesurfen. Fantastisch. Die sessie met z'n drieën op dat meer, alles kwam te samen. Het was gewoon heerlijk om dat te delen met de jongens. Dat is waarom je komt. Ik merk als ik hier doorheen rijd, dat het van de ene kant best wel gevaarlijk is als je zelf achter het stuur rijdt. Want je ziet gewoon zoveel mooie landschappen. Je rijdt echt in een boek of in een film. Dus het is een land waar je een beetje bij kan dagdromen als je doorheen rijdt. Dat is echt heel cool. No matter where you find yourself, you're always where you are. Go anywhere you go, do anything you do, I'll be with you. Take a moment, take an hour, take another year. Start again or keep going, I'll always be right here. Feel anything you feel, hear anything you hear, you'll never disappear. When it feels like you... Wat is jullie volgende bestemming? Ja, we zaten al een beetje op de kaart te kijken. En eigenlijk als je een eilandje verder gaat, heb je Groenland. Dat is nog wel iets meer ijs, denk ik. Nog kouder. Maar ja, nu we deze ervaring hebben doorstaan, kunnen we nog wel een eilandje verder hoppen, denk ik. Trying not to dig too deep, afraid of what you'll find. Give yourself the grace you show me all the time. Cause when you love yourself, you can give that love to someone else. Mornings come and seasons go, and life can get so hard. It's easy to forget.